En dan heet ik u allen van harte welkom in de aula van de Universiteit Maastricht, waar we dadelijk gaan luisteren naar de oratie van professor Jochen Kals. Oh, hij is er ook. Die benoemd is in de Faculty of Health Medicine and Life Sciences tot hoogleraar effectieve diagnostiek in de huisartsgeneeskunde. Mijn naam is Nanne de Vries. Als vice-decaan van diezelfde faculteit heb ik de eer een paar inleidende woorden over deze nieuwe hoogleraar met u te delen. En hem daarmee natuurlijk een paar ongemakkelijke momenten te bezorgen. Hij kijkt er al helemaal naar uit, heeft hij mij verteld. En die ongemakkelijkheid komt niet omdat zijn naaste collega's uit de school hebben geklapt. Nee, kritiekpunten of zelfs verbeterpuntjes waren er eigenlijk niet genoemd. Meer omdat Jochen Kals niet graag aan hoort hoe goed hij is in eigenlijk alles wat hij doet. En daarover gaan we het dan in de komende 5 ongemakkelijke minuten even hebben. Ik weet niet of u allemaal een abonnement heeft op het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Maar als u dat wel heeft, werd u eerder dit jaar al een inkijkje gegund in de persoon van Jochen Kals. Hij vertelde bijvoorbeeld dat hij vroeger, ik neem aan als kind, een carrière als mijnwerker overwoog. Omdat zijn opa dat ook was geweest. En dat hij tijdens een tussenjaar in Nieuw-Zeeland, want uitgeloot voor geneeskunde, werkte als pizzabakker in een pub. De meesten van u weten waarschijnlijk wel dat hij in een vorig leven een succesvol triatleet was die het zelf schopte tot de nationale juniorenselectie. Maar uiteindelijk lag zijn roeping gelukkig niet in de mijnen, niet bij de pizzaoven, niet in de sport. Alhoewel, dat gaat gewoon door, hè? Het beeld dat naar voren komt als je je verdiept in professor Kals anno 2019, heeft ook wel verdraaid veel weg van een triathlon. Maar dan niet met zwemmen, fietsen en lopen, maar met de praktijk als huisarts, het doen van wetenschappelijk onderzoek en natuurlijk het geven van onderwijs in dat veld. Het is een mooie parallel die je van alle kanten wordt aangereikt als je met mensen over Jochen praat. Maar er is volgens mij ook wel een groot verschil, hoewel ik niet echt in de wereld van triatleten zit, vermoed ik dat de meesten kiezen voor die combinatie van die 3 sporten, omdat een carrière in 1 van die 3 disciplines niet tot iets zou leiden. En daarin zit het verschil. Als Jochen Kals zich zou beperken tot 1 van die 3 rollen, zou hij ook nog steeds boven het maaiveld uitsteken. Maar laat dat nou net niet zijn waar hij blij van wordt. Die dingen moeten gecombineerd. En dus kijken zijn collega's met bewondering en verbazing naar de tomeloze energie waarmee Jochen Kals zijn projecten en zijn werk naar de vele ballen die hij tegelijk in de lucht houdt, zijn intelligentie en zijn gevoel voor humor. Het wordt toch wel een beetje... Nou. Zijn diplomatieke vaardigheden, zijn vermogen om platstijns te spreken als het wenselijk is, zijn immer goede humeur, de manier waarop hij effectief zijn wetenschappelijke carrière weet vorm te geven, zijn oog voor de menselijke maat in de patiëntenzorg. En ze noemen 2 facetten die volgens hen deze leerstoel meer dan rechtvaardigen. Ten eerste de bovengemiddelde inzet, als voorbeeld werd de kernpublicatie van zijn proefschrift in de British Medical Journal genoemd. Ik zou dat geen inzet noemen, maar accomplishment of prestatie. Professor Kals toonde aan dat het aantal patiënten dat antibiotica krijgt voorgeschreven best omlaag kan als huisartsen een CRP-sneltest uitvoeren om uit te sluiten of er sprake is van een ernstige infectie. Dit in combinatie met een communicatietraining waarin ze leren de verwachtingen van patiënten in kaart te brengen en patiënten gericht informatie te geven. En dat leidde tot een nieuwe NHG-standaard acuut hoesten. Iemand zei, je kunt gewoon een trial doen en een middelmatige publicatie hebben. Of je kunt er iets fantastisch maken en dat doet Jochen. Einde citaat. In het verlengde daarvan roemde velen zijn vermogen om onderzoek te doen naar onderwerpen waarvan je als collega vervolgens denkt, waarom ben ik daar zelf niet opgekomen? Ze zijn uiterst relevant, zelden onderzocht en in staat om de zorgpraktijk te vernieuwen. Want dat is waar professor Kals het uiteindelijk allemaal voor doet. En als je dat weet, begrijp je ook beter dat onderzoek voor hem niet kan zonder de praktijkervaring van alle dag. En dat het vervolgens essentieel is om je kennis door te geven, bijvoorbeeld via de Heuvellandcursus, waar huisartsen uit het hele land op afkomen om te leren hoe ze wetenschappelijke publicaties moeten schrijven. Als je je dan omringt met collega's en promovendi, heb je ook oog voor hun prestaties. Als bijvoorbeeld de tweets over Eefje de Bond, die net 2... Eefje? Waar ben je? Gefeliciteerd, ook namens mij. Dus die sleepte 2 prestigieuze prijzen in de wacht op een recent huisartsencongres.
En ogenblikkelijk komen daar twee tweets van Jochen Kals over. Dit alles bij elkaar leidt tot predicaten als keigoed, 24 karaats goud en buitencategorie. Misschien moeten we een kleermaker vragen om op die rode toga iets inkorten, klein esje van Superman erop en dan zijn we er. Om je van dit ongemakkelijke gevoel te bevrijden, Jochen, zou ik toch ook een verbeterpuntje verklappen dat je universitaire collega's, die wisten dat op te lepelen nadat ik de duimschroeven goed had aangedraaid. Je vindt het soms nog wel lastig om te delegeren. Noem het controlezucht, noem het passie. Jij wil het liefst alles zelf lezen, zelf feedbacken, zelf regelen. En je zult steeds meer merken dat dat niet altijd gaat. Dus verzilver wat van die berg credits die je tot nu toe verzameld hebt. En maak je zelf het leven af en toe wat makkelijk, is mijn advies. Rest mij nog de felicitaties, natuurlijk voor je vrouw Birgit, zonder wie dit alles niet mogelijk zou zijn, horen we vast nog. En jullie drie kinderen, Lasse, Boas en Fenna. Fenna is er niet, zeker. Het feit dat jullie vader soms wat veel hooi op zijn vork neemt, zorgt er in ieder geval voor dat de Donald Duck niet meer als eerste door hem gelezen hoeft te worden. En natuurlijk welgemeende felicitaties aan jou, Jochen, met deze leerstoel. We kijken uit naar een mooie toekomst. Maar eerst naar jouw inaugurele reden onder de titel Komt een test bij de huisarts. Geachte prorector, ik heb in ieder geval de kunst van het delegeren van de Donald Duck dan al beheerst. Dus dat is het eerste puntje. In ieder geval hartelijk dank voor deze complimenten. Iets wat ongemakkelijk en ik hoop eigenlijk dat de komende 45 minuten iets gemakkelijker worden voor mij. Beste collega's, vrienden, familie. De komende drie kwartier vertel ik u graag iets over mijn leerstoel, effectieve diagnostiek en de huisartsgeneeskunde. En ik wil u heel graag meenemen in de wereld van de diagnostiek, hoe huisartsen tot beslissingen komen. En ik zal u ook heel graag vertellen wat de plannen voor de komende 5 jaar zijn en de toekomst zijn. Maar, zoals ik normaal de dag eindig, beginnen we vandaag met een klein sprookje. Er was eens een jonge dokter en zijn naam was dokter Redelijk. Dit is het jaar 1891, zo zag Maastricht er toen uit in 1891. Met het hoofd vol gewichtige plannen had hij, na het staatsexamen, zich in de hoofdstad gevestigd. Maar door geldnood gedwongen had hij na korte tijd de hoofdstad moeten verlaten en zich elders als gemeentearts moeten vestigen. Tegen een vast salaris nog wel, dat was toen ook al een probleem. Maar ook daar scheen het ongeluk hem te volgen, want juist bij de eerste invloedrijke zieke die hem geroepen had en door wiens spoedig herstel hij zich de achting van de hele gemeente hoopte te verwerven, was hij 8 dagen na zijn ziekbed nog niet tot die eerste besliste diagnose gekomen. Dit was evenwel niet de schuld van de dokter. Integendeel, dit lag vooral aan de eigenwijze patiënt, een eigenzinnige dominee. 14 dagen daarvoor had die dominee zich rijkelijk te goed gedaan aan rijnwijn en ham. En enige dagen later kreeg hij pijn in de buik en steken in zijn lenden. De jonge dokter Redelijk was gekomen, had de zieke ondervraagd, beklopt, beluisterd en uiteindelijk aan zijn vrouw in de zijkamer uitgelegd dat haar man aan trichine leed. Trichine zijn rondwormen die ontstaan na het eten van rauw vlees. Die parasiet vreet zich in het darm- en spierweefsel, voegde dokter Redelijk eraan toe. En hij zei, geheel beslist durf ik mijn diagnose niet te maken, want vergunt u mij alstublieft om een stukje vlees uit zijn lichaam te snijden, ten einde dit microscopisch te onderzoeken. Wees zo goed uw invloed te gebruiken om uw man daartoe te bewegen, zei hij tegen zijn vrouw, tegen de vrouw. Maar de dominee zei, ik wil liever sterven dan dat ik mijn leven laat vullen, schreeuwde hij uit zijn bed. En zo moest de jonge arts weer vertrekken. Ach, zuchtte hij. Indien ik toch een middel wist om de mens zo doorzichtig te maken als een kwal. Maar nauwelijks had hij die woorden gesproken, of verscheen een prachtig licht. In een klap stond daar een toverachtig wezen, een vrouwelijk wezen nog wel, en doorzichtig werd het landschap om hem heen. Schrik niet, sprak zij tegen hem. Ik ben Elektra, de geest van de 20e eeuw, en ik kom om je te helpen. Mij helpen? Ik ben een van de ongelukkigste wezens. Ik ben een minkukel van een dokter. En dan komt mijn favoriete zin. Laster niet, o blindgeborene, zei de geest. Uw proeftijd is ten einde.
Je hebt uitgesproken dat de mens zo doorzichtig moet zijn als een kwal. Welnu, uw wens gaat in vervulling. En dit zeggend gaf ze hem een langwerpige bus en beval de deksel eraf te nemen. Toen hij dat deed, werd de boom waar hij stond hel verlicht en de twijgen werden doorzichtig als glas. Zijt ge overtuigd? Ze pakten een kikvors en hielden hem voor de bus. Redelijk zag in het binnenste van de kikvorst alle organen in hun natuurlijke vorm en harmonisch in beweging. Hij sloot de bus, strekte de hand, maar de hemelse geefster was al verdwenen. Hij snelde onmiddellijk naar de pastorie, vloog de trap op, tot verbazing van de vrouw des huizes. Laat me ogenblikkelijk bij de zieke. En de dominee was net ontwaakt uit een koortsige droom, redelijk trok alles en kleren van zijn lijf, richtte de bus op zijn buik. En jawel hoor, ontelbare wormvormige lichaampjes van minieme grootte. Sommigen stonden op punt om door de darmwand heen te breken, anderen hadden dat al gedaan. Zegepralend kon hij mevrouw verklaren dat zijn diagnose juist was geweest en dat het trichine waren. Na inspuiten van helmintoxine kon de dominee enkele dagen later restloos zijn bed verlaten. Het ging dokter Redelijk hierna heel goed. Hij verspreidde de uitvinding van de bus en bereikte een hoge leeftijd. En zijn heengaan werd door het ganse volk betreurd. Van de eigenzinnige ontmoeting met Elektra werd nooit meer iets vernomen. Wel zagen de aanwezigen bij zijn lijkstoet een wonderschoon blauw licht aan de hemel. Dit sprookje werd in 1891 door de Duitse arts Ludwig Hopf onder het pseudoniem Philander gepubliceerd in zijn bundel Medizinisches Märchen. Dit is de Nederlandse vertaling. En dokter Redelijk komt zo af en toe nog terug in mijn lezing, omdat ik denk dat in elk sprookje mooie boodschappen zitten. En welke diagnostiek doet die bus van Elektra u denken? Iemand. Röntgen? Ja. Ik wou zeggen, zijn de radiologen in de zaal? Maar ja. Röntgen? Inderdaad, een röntgenfoto. Precies 5 jaar na dit sprookje vond Willem Röntgen de röntgenstraling uit. En het was chirurg Lambert van Kleef, hier geneesheer-directeur van het oude Calvariënziekenhuis in Maastricht, die in Nederland de eerste röntgenfoto's maakte in 1896. En het was in precies diezelfde eeuw dat de dokters steeds meer aanvullende diagnostiek in hun spreekkamers en hun wachtkamers kregen. Een vaste plek. Inmiddels zijn we 125 jaar verder en hebben we steeds meer diagnostiek tot onze beschikking. Het is dan ook niet gek dat in die uitdijende wereld van de diagnostiek dat de Gezondheidsraad in een rapport van een aantal jaar geleden, getiteld De kunst van het nee zeggen, factoren die bijdragen aan onnodige zorg, en met name op diagnostiek hameren. En ook het feit dat de kunst van het nee zeggen wellicht wel belangrijk wordt. En ik zal daar later in mijn reden op terugkomen. Want paradoxaal genoeg creëert juist de toename en verbetering van diagnostische mogelijkheden, misschien wel voor arts en patiënt, ook een uitdaging om met meer onzekerheid om te gaan. Mijn leerstoel gaat over diagnostiek in de huisartsgeneeskunde, maar ook over overmatig gebruik van diagnostiek en daarmee gepaardgaande overdiagnostiek. Dat is vaststellen van afwijkingen waar je normaal niet zo'n last van zou krijgen. En ik wil u graag achtereenvolgens vertellen hoe huisartsen diagnostiek bedrijven, hoe we aanvullende diagnostiek zouden moeten evalueren en bij welke aandoeningen ik de focus zou willen leggen de komende jaren en welke samenwerking daarbij inspiratie geeft. Ik bouw daarbij dankbaar voort op een solide basis die André Konotneres, even kijken André, en Geert-Jan Dinant hier aan de vakgroep hebben gelegd. En ik hoop dat als u straks naar buiten loopt, naar de receptie, dat u samen met mij overtuigd bent dat effectieve diagnostiek veel meer is dan effe diagnostiek doen bij de huisarts. Want heeft u zelf wel eens diagnostiek ondergaan, een buisje bloed afnemen of misschien een hartfilmpje laten maken, of misschien die fysiotherapeut die toch nog een foto van de lage rug wilde hebben? Was dat effe diagnostiek of was het effectief? Was daarna het plan duidelijker wat er moest gebeuren? En ik durf te stellen dat de huisarts zelf het beste diagnosticum is. Feitelijk had dokter Redelijk op basis van zijn vragen en onderzoek eigenlijk de diagnose al gesteld. En had hij het aanvullend onderzoek alleen maar nodig om de dominee en zijn vrouw te overtuigen, ook van de forse behandeling. Diagnostiek heeft dan ook communicatieve waarde, zeker in de huisartsgeneeskunde. Elke dag zijn 11.000 huisartsen in dit land aan de slag in hun spreekkamers. En ze verstrekken zorg aan Nederlanders die problemen hebben, die klachten hebben, die bij de huisarts komen. Een gemiddelde huisarts doet 20 tot 30 patiënten per dag, doet een handvol visites, een tiental telefoontjes en e-mails. En dat zijn nogal wat patiëntcontacten. Om precies te zijn, elke dag 4 maal een uitverkocht Pinkpop. Met z'n allen. Of, voor andere muziekliefhebbers, 25 keer André Rieu uitverkocht op het Vrijthof.
Dat zijn heel veel patiëntencontacten, elke dag opnieuw. Dus wetenschappelijke ontwikkeling en evaluatie van bestaande en nieuwe diagnostiek heeft een enorme impact op al die spreekkamers in ons land. En in die spreekkamers, die er heel vaak toch redelijk stereotyp uitzien, zoals deze, poetsen huisartsen die klinische blik elke dag weer op. Nou, hoe komt een huisarts tot zijn diagnose? Graag neem ik u een beetje mee in het hoofd van huisartsen. De vanuitgaande, laten we zeggen, normale huisartsen. Hennigan en Glasziou beschreven in een mooi artikel in de BMJ eigenlijk drie fases als het gaat om diagnoses stellen. Ten eerste is daar de startfase van een diagnostische hypothese. Vervolgens komt de verfijningsfase en vervolgens komt daar het stellen van de definitieve diagnose. In elke fase gebruiken huisartsen weer verschillende strategieën. Zo kan er bij de start sprake zijn van een spotdiagnose. Heel vaak gaat dat op basis van een non-verbaal signaal. Gegroepeerde pijnlijke blaasjes op de huid bij gordelroos bijvoorbeeld. Dermatologie is een vak wat heel veel werkt met spotdiagnoses. Zelflabeling kan ook een grote rol spelen. En u zult begrijpen dat met de beschikbaarheid van het internet, zelflabeling, dus dat de patiënt een eigen diagnose noemt waar hij aan denkt, een grote rol kan spelen. Dat kan er soms helemaal naast zitten, maar dat kan ook soms heel correct zijn. Zo kunnen vrouwen die terugkerende urineweginfecties hebben, in 84% van de gevallen zelf voorspellen of ze een positieve urinekweek hebben. En of ze dus een blaasontsteking hebben. In de verfijningsfase gebruikt de huisarts kennis, context en ervaring. Om uiteindelijk te proberen bijvoorbeeld ook uit te sluiten. Een belangrijke rol van huisarts is uitsluiten. Dat betekent ook ernstige diagnoses wegstrepen. Zo kan hoofdpijn meestal veroorzaakt worden door spierspanning of migraine. Maar dient ook een bloeding tussen de schedel en de hersenen te worden uitgesloten door goede vragen te stellen. Bij stapsgewijze verfijning wordt meestal kennis van de anatomie, van de bouw van het lichaam en pathofysiologie, dus de functie van zieke organen, gebruikt. Zo kan pijn in de arm verder worden verfijnd tot een probleem in de pols en misschien een peesontsteking in de duim. Of zo kan de huisarts door vragen te stellen bepalen of een rood oog komt door een allergie of door een infectie. En dan is er nog dat is wat ingewikkelder, het meer-minder waarschijnlijkheidsprincipe, waaraan de naam van Bayes altijd verbonden blijft. Dat was overigens ook een dominee. En ook eigenzinnig, denk ik. Bayes redeneert dat de huisarts bij bepaalde aandoeningen telkens de kans wil schatten dat die aandoening aanwezig is. En hij gebruikt elke waarneming of elke test om die inschatting weer bij te stellen. En dat levert uiteindelijk een verfijning op van het patroon. Patroonherkenning zelf is iets belangrijks. En met de tijd en ervaring worden patronen in hoofden van dokters sterker. Feitelijk komen de dwarsverbanden worden telkens sterker en zekerder gemaakt. De huisarts vraagt, wikt, weegt in het gesprek met de patiënt. En het verhaal van de patiënt is feitelijk voeding voor het diagnostisch redeneren van de huisarts. William Osler had dat al heel gauw goed gezien. Toen ik hier de laatste keer stond, zat onze wijle Harry Krebel hier naast mij. Toen heb ik een glas omgestoot en hem bijna van het leven beroofd. En ik heb hem moeten beloven dat de volgende keer dat ik hier zou staan, dat ik een bidon mee zou nemen. Dus deze is voor Harry. Grofweg moet de huisarts, als hij de definitieve diagnose nog niet kan stellen, zijn er drie mogelijkheden. Of een proefbehandeling, waarbij de huisarts een medicijn bijvoorbeeld geeft om uit te vinden wat de diagnose kan zijn. Zo kan bijvoorbeeld het geven van Antagel, een sterk maagzuurmiddel, en een effect daarop betekenen dat de klacht waarschijnlijk door maagpijn komt en niet door zuurstofgebrek van het hart bij pijn op de borst. De huisarts kan ook tijd als diagnosticum gebruiken. Zo is het beloop van iemand met buikpijn van een blinde darmontsteking toch anders dan het beloop van iemand met buikpijn door obstipatie. En een derde strategie, en daar gaat mijn leerstoel zeker over, is het inzetten van aanvullende diagnostische testen. We kunnen daarbij laboratoriumdiagnostiek, zoals bloedtesten, microbiologische kweken, maar ook beeldvorming, zoals echografie en röntgen en scans, onderscheiden. En dan heb je nog zogenaamde functieonderzoeken. Dat zijn bijvoorbeeld blaastesten voor de longen, hartfilmpjes en kijkonderzoeken voor de maag en de dikke darm. Zo kreeg dokter Redelijk van Elektra beeldvorming, terwijl hij eigenlijk een biopt wilde doen voor pathologie, voor weefseltypering. Al die vormen van diagnostiek, of ze nou in de praktijk gebeuren van de huisarts of in een lokaal ziekenhuis, noemen we eerste lijns diagnostiek. De huisarts vraagt het aan en bespreekt de uitslag met de patiënt waarna hij een plan maakt. En de huisarts heeft de afgelopen decennia nogal wat extra toegang gekregen tot diagnostiek. Waar het vroeger met name ging om kijken, voelen, luisteren, is er tegenwoordig wel een trend dat we toegang hebben tot beeldvormende diagnostiek in eigen beheer, bloedtesten en ook sneltesten.
Het merendeel van de huisartsen kan bijvoorbeeld beeldvorming tegenwoordig aanvragen voor de knie en de rug van een MRI-scan bijvoorbeeld. Eerste lijns diagnostische centra bieden daarbij diagnostiek, exclusief van huisartsen en andere eerste lijns zorgverleners. De jaarlijkse kosten daarvan zijn ongeveer 800 miljoen euro. Dat betekent dat we voor elke Nederlander gemiddeld 50 euro aan eerste lijns diagnostiek betalen. Point-of-care diagnostiek is sterk in opkomst. En met point-of-care bedoel ik sneltesten. Testen die de huisarts of de assistent in de eigen praktijk kan doen zonder dat er een laboratorium nodig is. Vaak zijn die testen relatief snel, je hebt de uitslag snel en weinig invasief. Bijvoorbeeld, je hebt maar één druppeltje bloed nodig in plaats van een heel buisje. Zitten daar dan geen grenzen aan? Volgens sommigen niet. Ontmoet Elizabeth Holmes. Zij richtte in Silicon Valley een aantal jaar geleden de start-up Tiranus op. Dat bedrijf beloofde met revolutionaire technieken uit één druppel bloed wel 150 testen en ziektes te kunnen onderscheiden. Met die belofte haalden zij ongeveer 700 miljoen euro, sorry, dollar op, toch een klein verschil, bij investeerders. Amerikanen, maar ook Nederlanders. Dat stortte echter als een kaart thuis in elkaar, beursgenoteerd, toen bleek dat die techniek er eigenlijk helemaal niet was. En ik noem de hysterie rondom Tiranus toch bewust in deze oratie als voorbeeld van het feit dat diagnostiek tegenwoordig een goede investering lijkt. Er is veel aandacht voor, vanuit bedrijven ook. Het boek Bloedfraude is wat dat betreft een aanrader. Maar ik noem het ook omdat de verwachtingen van aanvullende diagnostiek en de beloftes daarvan, van die mogelijke ontwikkelingen, vaak niet realistisch zijn. Door de veelheid aan patiëntcontacten en de variëteit van klachten is de huisartsgeneeskunde eigenlijk een heel interessant afzetgebied voor nieuwe diagnostiek. Wij zien heel veel patiënten. En ofschoon ik denk dat Tiranus nog wel science fiction zal blijven voor de komende jaren, denk ik wel dat de toekomst zal blijken dat diagnostiek steeds sneller zal gaan, steeds minder invasief zal worden. En stiekem hoop ik dat die nieuwe diagnostiek eigenlijk van onze eigen Brightland Campus komt. Uit eigen wetenschappelijke studies naar de behoeftes aan en ook het gebruik van diagnostiek door huisartsen, blijkt dat ook dokters erg openstaan voor nieuwe apparaatjes. Maar hoe zorgen we er nou voor dat dat geen dure toys voor dokters worden? Ik denk dat gedegen wetenschappelijk onderzoek daarin de weg mag wijzen en ook moet wijzen. Maar dan wel op de juiste uitkomsten. En ik schets graag welk type onderzoek ik denk dat er nodig is om dat goed te doen. Recent voerden we op onze vakgroep een systematisch literatuuronderzoek uit, waarbij we op zoek gingen naar studies, gerandomiseerde studies in de huisartspraktijk op patiëntgebonden uitkomsten. Met gerandomiseerd onderzoek valt goed te vergelijken of iets nieuws beter gaat dan iets bestaands, waarbij je dan loodt tussen twee testen bijvoorbeeld. Dus we wilden kijken of dat beter doet dan reguliere zorg. En met patiëntgebonden uitkomsten moet u denken aan betere medicijnvoorschriften, minder aanvullende diagnostiek of bijvoorbeeld minder naar het ziekenhuis gaan. Uiteindelijk vonden we 58 studies wereldwijd. Ik vind dat schokkend triest weinig. Want we begonnen met 10.000 in ons bakje. Waarom vielen al die andere studies dan af? Nou, simpelweg omdat de meeste wetenschappelijke studies naar diagnostische testen niet naar uitkomst op patiëntniveau kijken. Ik citeer daarbij met plezier het werk van mijn collega Jan Verbakel uit Leuven, die toen nog in Oxford zat. Samen met zijn team bestudeerde hij 500 point-of-care technologieën in de gezondheidszorg, dus ook het ziekenhuis. En ik laat u graag deze dia zien en ik zal u er een klein beetje doorheen praten. Ten eerste zijn de verschillende kleuren de verschillende orgaansystemen. Zo is de rode band bijvoorbeeld sneltesten voor hartaandoeningen. En de donkerblauwe band, dat zijn sneltesten voor het maag-darmkanaal. U ziet hierbij dat bij veel sneltesten wel werd gekeken of de test aan bepaalde kwaliteitscriteria voldeed. Dus even grof gezegd of er een stekker aan zit en of het testje ook überhaupt bloed opneemt. Daar werden relatief veel studies naar gedaan. Ook werd er wel gekeken of de bewuste test nog enige rol had in de ziekte waarvoor die gemaakt was. Dat is de grote piek hier. Dus in 350 van de 500 technologieën werd dat ook echt bekeken. Maar werd er ook gekeken of de test ook uiteindelijk iets voor patiënten deed. Dan daalt het al aardig. Laat staan of dat gerandomiseerd, dus geloot werd bekeken. En dan heb ik het nog ineens over kosteffectiviteit. Want in de minderheid van de gevallen werd er minder dan 10% werd er maar naar kosten en effecten gekeken. En met het laatste icoontje kijk ik naar de bredere impact. En dan moet u denken aan organisatorische, logistieke, ethische, maar ook psychologische aspecten van testen. Kortom, er is heel veel op de markt, maar er is heel weinig goed wetenschappelijk onderzoek, met name in de huisartspraktijk. Verbakel concludeerde ook eigenlijk dat de enige point-of-care technologie waarbij al die stappen consistent zijn doorlopen, uiteindelijk die sneltest voor die C-reactief proteïne was, die CRP-sneltest.
En het grootste deel van de bewijsvoering is daarvan hier in Maastricht aan onze vakgroep geleverd. De acute hoes voor volwassenen. Maar iets nieuws komt zelden snel. Uiteindelijk in 2003 was het mijn collega en co-promotor Rogier Opstaken die aantoonde dat die CRP wel eens een rol zou kunnen hebben. We voerden uiteindelijk de eerste trial uit en publiceerden die aan Nanne refereerde daar zojuist naar in 2009. En de kosteffectiviteit publiceerden we in 2011, waarna het in 2012 in onze nationale richtlijn kwam. Uiteindelijk duurde het dus ongeveer 10 jaar totdat de technologie uiteindelijk in de spreekkamer terecht kwam. En dan kijk ik ook graag terug naar die röntgenfoto van Lambert van Kleef. Want ook toen duurde het al 10 jaar voordat dokters röntgenfoto's konden gaan maken. Dus gek genoeg is er in die 125 jaar misschien niet zoveel veranderd. En duurt het dus ook lang voordat we het in de spreekkamer hebben. Maar voor die plek in die spreekkamer is er ook vertrouwen van patiënten nodig. Want uiteindelijk ondergaat die patiënt de test en moet die ook geloven dat de dokter iets goeds doet. Daarvoor kijken we heel even naar een patiënt van Rogier uit Eindhoven. Toen heeft hij met het apparaatje wat hij heeft, het is een wonderlijk apparaatje, hij prikt je vinger en duwt het in een, ik noem het dan maar even, een apparaatje. En na 3 minuten weet hij of jij een longontsteking hebt of iets anders. Nou, ik stond zo te kijken natuurlijk, hè. Inmiddels is het een internationale cascade van projecten en studies geworden. En ik kan met trots vertellen dat over een dag of 10 een trial naar de rol van die CRP-sneltest bij COPD-patiënten, dat zijn patiënten met een rokerslong, in de New England Journal of Medicine wordt gepubliceerd. En dat is toch wel de stille en misschien wel natte droom van veel onderzoekers. In de komende 5 jaar zullen we ons met name richten op de evaluatie van point-of-care diagnostiek voor acute aandoeningen. Want dat zijn denk ik situaties waarin de huisarts echt een uitslag wil gebruiken in zijn beleid en een extra test ter beschikking soms dient te hebben. Infectieziekten en acute cardiopulmonale aandoeningen zijn daarom speerpunt voor onze onderzoeksgroep. En we hebben veel onderzoek gedaan naar aandoeningen waar huisartsen mee worstelen en waar ze aanvullende diagnostiek zouden verwelkomen. Pijn op de borst is daar absoluut een belangrijke van. Patiënten met pijn op de borst kunnen een onschuldige aandoening hebben of juist een levensbedreigende aandoening, zoals een hartinfarct. Een huisarts wil die diagnose zeker niet missen. Veel patiënten gaan daarom met spoed naar het ziekenhuis, terwijl het grootste deel diezelfde dag nog naar huis mag. Omdat de cardioloog gelukkig geen hartschade vond. Een ideale bloedtest die huisartsen helpt bij patiënten met pijn op de borst, is er nog niet. André Konotneren schreef in 1987 al in Huisartsen Wetenschap dat de zeefunctie van de huisarts essentieel is. In slechts ongeveer 10% van de gevallen van patiënten met pijn op de borst is er ook echt een cardiale oorzaak van de klachten. 30 jaar later concludeerde Robert Willems in zijn cum laude proefschrift vorig jaar eigenlijk hetzelfde. Ik hoop dat we de komende 5 jaar wel toe kunnen naar een betrouwbare point-of-care test die de huisarts helpt om de goede patiënten naar de cardioloog te sturen en de goede patiënten thuis te houden. Laten we eens heel even kort kijken wat zo'n test dan nodig heeft om uiteindelijk in die spreekkamer terecht te komen. Want uiteindelijk krijgt een test pas groen licht van onze beroepsgroep als die al die stappen doorlopen heeft. Allereerst dienen er kandidaatmarkers te zijn. Er dient een stofje te zijn wat we ook echt kunnen meten. Voor de pijn op de borst zijn de troponines bekend. Dat zijn stofjes die gemeten worden als de hartspieren zuurstofschade oploopt. Cardiologen gebruiken die markers al, dus het licht staat daarop groen. Is het apparaat er, dan dient de analytische prestatie te worden bepaald. Want uiteindelijk moet dat apparaatje ook wel goed meten, om het zo te zeggen. Vaak is de industrie daaraan aan zet en laboratoriumspecialisten kunnen die testen dan valideren. Er zijn troponineapparaten met een goede analytische prestatie. Heel snel zijn ze nog niet, maar het licht blijft dan nog op groen. Meten ze dan het goede? We noemen dat de diagnostische prestatie. Als we onderzoeken of de test in kwestie en het gekozen afkappunt ook de aandoening goed genoeg oppikt. En daarbij is het continu balanceren tussen te scherp afstellen, waarmee je veel foutpositieven krijgt en veel patiënten dus uiteindelijk toch naar de cardioloog moeten. Of te slap afstellen, waarmee je veel foutnegatieven krijgt en dus patiënten met een hartinfarct dan thuis laat. En waarmee we diagnoses missen, en dat willen we juist niet. Dus ofschoon de diagnostische accuratesse bij de cardiologen uitgebreid bekend is, is dat bij de huisartsen toch nog niet helemaal het geval. Denk daarbij aan die zeefunctie van Willemsen en Knotneres. Slechts de minderheid heeft een cardiale oorzaak van de pijn op de borst. Dus zo'n point-of-care test die we dan gebruiken, moet het ook wel heel goed doen, willen we hem gaan gebruiken. Dus het licht staat misschien op oranje. Maar de grootste uitdaging zit hem in het feit of het echt de patiëntenzorg verbetert.
En dat is nou precies de uitdaging die veel ontwikkelaars hebben. Want ze hebben wel het apparaatje, maar nog niet aangetoond dat het ook echt iets doet in de praktijk. Niet voor niks was slechts 10% van de testen bij Verbakel-studie die keek naar enig effect op de klinische praktijk. Want huisartsen en patiënten zijn net echte mensen. En ik denk dat de evaluatie van een sneltest niet alleen afhangt van harde maten zoals sensitiviteit, specificiteit of voorspellende waardes. Het gaat niet alleen om afkapwaardes. Het gaat erom of het de patiëntenzorg uiteindelijk verbetert. We willen klinische effectiviteit en daartoe heb je ook een studie nodig die aantoont dat het echt iets voor die patiënt verandert. Vooralsnog laten we geen patiënten thuis die we een vingerprik laten doen met die troponine. Het belangrijkste stoplicht staat dus nog op rood. Wel lopen er mooie gemeenschappelijke projecten met collega's uit Leiden en collega's uit Groningen. Met Steven Meeks en Otto Bekers van de klinisch chemici, met Arnoud van het Hof van de cardiologie. Ik denk dat de toekomst van de troponine voor pijn op de borst ligt in het combineren van een beslisregel, waarbij het verhaal van de patiënt belangrijk is, en een eventuele sneltest. Maar bovenstaande, laten we zeggen, vragen geldt voor één sneltest. En er zijn er wel honderden. Er zijn er legio en diagnostiek buiten het ziekenhuis willen we graag verder faciliteren. Zowel de ontwikkeling als de wetenschappelijke evaluatie. En daartoe zetten we een nationaal netwerk op. Dat zal een netwerk zijn met collega's van het MUMC Plus hier in Maastricht. Collega's van STAR SHL, wat een groot diagnostisch lab is in de regio Rotterdam. En met collega's van het Jeroen Bosch ziekenhuis in Den Bosch. Dat mag dé hub worden voor iedereen die iets met sneltestdiagnostiek doet. Ron Kusters, hier ook aanwezig, en Rogier Opstaken, ook hier aanwezig, lanceren dit platform dit jaar nog. En dan introduceer ik de term diagnostische test en behandelstrategie met veel plezier. Want uiteindelijk, als je het effect wil weten, wil je ook weten wat die test uiteindelijk op de behandeling doet. Di Rufano ontwikkelde daarvoor een mooie test, of een mooie strategie. Waarbij ook bijvoorbeeld de snelheid van een test belangrijk is. Want als iets 45 minuten duurt, is dat echt te lang. Of de test makkelijk te meten is. Want als een assistente ook nog de telefoon wil opnemen tussendoor, kan dat tot fouten leiden. En verder of de uitslag ook eenduidig is. Want dokters denken toch ook het liefste in ja of nee en niet in grijswaardes. Ik heb een voorbeeld van een studie uit onze groep. Collega Roman Ottenheim doet prachtig onderzoek naar schouderdiagnostiek en het inzetten van de echografie om beter te kunnen onderscheiden wat voor schouderaandoening het is bij die patiënt. In een eerdere trial naar het effect van het inzetten van die echografie door huisartsen kon die aantonen dat er heel mooi onderscheid kan worden gemaakt, bijvoorbeeld tussen een slijmbeursontsteking of een peesprobleem. Maar als de behandeling daarna, bijvoorbeeld fysiotherapie, voor heel veel van die patiënten ongeveer hetzelfde is, ja, verlies je uiteindelijk het effect. We konden uiteindelijk niet aantonen dat die diagnostische test- en behandelstrategie effectief was, maar ik denk dat dat meer aan de behandeling lag dan aan de diagnostiek. En het is cruciaal om te beseffen dat er naast de nieuwe sneltestdiagnostiek ook nog twee mensen zijn die betrokken zijn bij zo'n test. De huisarts en de patiënt. Enkel door die strategieën in de huisarts gerandomiseerd te onderzoeken, weten we zeker of de huisarts samen met de patiënt die test ook gebruikt om uiteindelijk een beter plan van aanpak te maken. Een combinatie van klinisch-epidemiologische, met een moeilijk woord, en gedragswetenschappelijke evaluaties zijn nodig. En daar waar nieuwe diagnostiek beschikbaar is, ligt overmatige diagnostiek ook op de loer. Dit is een artikel uit Trouw van 2 weken geleden over dit thema. En ik denk dat overdiagnostiek een aardig belangrijk thema is en blijft voor de toekomst. Bij lage voorafkansen, zoals we dat in de huisartspraktijk zien, is de kans op toevalsbevindingen erg groot. Feitelijk kan de inzet van elke vorm van diagnostiek leiden tot bevindingen wat je niet had verwacht als dokter en patiënt en waar je misschien ook eigenlijk niet had willen weten. Laat ik een voorbeeld geven. Stel dat ik de eerste 100 mensen op de receptie straks, in plaats van een bitterbal, een CT-scan van de thorax aanbied. Dus wees beducht wie als eerste komt. Van die 100 deelnemers zal ik bij 45 patiënten een onverwachte bevinding vinden op die scan. Iets wat we niet hadden willen weten. Dat geeft wel te denken. Stel dat ik diezelfde mensen ook nog een MRI-scan van de hersenen aandoe, dan vind ik bij 22 mensen ook iets wat iemand heeft, maar wat we feitelijk niet hadden willen weten en waar iemand ook niet ziek van was op dat moment. Dat geeft overdiagnostiek en uiteindelijk door het te weten vaak ook overbehandeling, want patiënten hebben ook het idee dat er dan iets moet gebeuren, dokters trouwens ook. Dus overmatige diagnostiek voorkomen gaat veel meer over mensen dan over machines, denk ik. Ten eerste de dokters. Gedragsmatige interventies, inclusief online trainingen, in het goed gebruik van diagnostiek zie ik erg zitten. Inmiddels trainden we ongeveer 4000 collega's online in het gebruik van die CRP-sneltest.
En ten tweede mag het thema ook een duidelijke rol krijgen in het onderwijs aan geneeskundestudenten. In het basiscurriculum geneeskunde hoop ik dat ik de bewustwording over overtesten, over diagnostiek en over diagnose kan vergroten. En bewustwording hoort bij dokters, maar het helpt ook om goede verwachtingen te scheppen van diagnostiek. En dat dienen we ook bij patiënten te doen. Want natuurlijk kunnen patiënten verwachtingen hebben over diagnostiek, zeker in dit digitaal tijdperk. Maar misschien dienen we dat gesprek ook vroeg te beginnen. De gesprek over zinvolheid van diagnostiek kan misschien al in de wachtkamer beginnen. Ik liet daarvoor een kleine animatie maken. Verwachtingen van diagnostiek. Als patiënt bezoekt u de huisarts voor klachten. U heeft bijvoorbeeld al lang last van uw knie, pijn in de buik. Of u bent kortademiger dan anders. Of u heeft misschien juist allerlei klachten samen die u niet kunt plaatsen. Tijdens uw bezoek stelt uw huisarts u vragen om een duidelijker beeld te krijgen van mogelijke oorzaak van uw klachten. En om een plan van aanpak op te stellen dat het beste past bij uw klachten en wensen. Uw verhaal over de klachten is daarbij heel belangrijk. Bijvoorbeeld hoe lang de klachten al duren en hoe de klachten zich ontwikkeld hebben in de tijd. Soms is een lichamelijk onderzoek nodig om bijvoorbeeld uw hart, huid, longen of gewrichten goed te kunnen nakijken. Het verhaal wat u vertelt en het lichamelijk onderzoek in de spreekkamer zijn meestal genoeg voor de huisarts om een inschatting te maken van de ernst van uw klachten. Dat komt doordat de huisarts kennis van ziektes heeft en patronen kan herkennen in klachten. Maar misschien denkt u zelf ook aan een bepaalde ziekte of aandoening? Of hoopt u extra onderzoek te krijgen, zoals een bloedtest, hartfilm of een röntgenfoto? Vertel dat dan aan uw huisarts. Belangrijke vragen daarbij kunnen zijn: helpt het extra onderzoek de huisarts ook echt verder? Of zijn uw verhaal en het lichamelijk onderzoek in de spreekkamer al voldoende duidelijk? Heeft de uitslag van extra onderzoek gevolgen voor de eventuele behandeling van de klachten? Moet extra onderzoek nu meteen gebeuren of kan het ook later? Geeft de test een duidelijke uitslag of kan de uitslag van de test ook juist tot meer onzekerheid leiden? Bloedtest, hartfilm, röntgenfoto? Er kwam nog iets achteraan. Zeker doen of af en toe laten. Evaluatie van dagelijkse diagnostiek die we als huisarts al doen, geeft fantastische ideeën voor optimaliseren van effectieve diagnostiek. Ik zie die inspanning als teamwork, waarbij we ook veel proberen samen te werken met zorggroepen, maar ook bijvoorbeeld met SEA-artsen en de GGD. En dat past perfect in de academische werkplaats die onze vakgroep huisartsgeneeskunde steeds meer is aan het worden, waarbij we onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg steeds meer combineren. Het doel van effectieve diagnostiek is duidelijke diagnostiek voor betere beslissingen, samen met de patiënt, maar ook samen met collega-specialisten. En ik loop graag met u een aantal projecten door, waarbij we samenwerkingsverbanden zijn aangegaan waarin dit duidelijk naar voren komt. En ik heb dan toch even heel kort uw hulp nodig. Want we zitten nu al een klein half uurtje te luisteren. En ik zou u eigenlijk willen vragen om eens even naar uw buurman, man of vrouw te kijken. En eens even goed elkaar aan te kijken en elkaar misschien even de hand te geven. Kies even een buurvrouw of een buurman. Ja? Leidt natuurlijk direct tot commotie. En dan wil ik u vragen om even heel stil te zijn. Elkaar goed de hand vasthouden, even de hand vasthouden, ja. Elkaar heel diep in de ogen te kijken. En elkaar dan te vertellen met hoeveel partners u het afgelopen half jaar naar bed bent geweest en wanneer dat voor het laatst was. Nu weten we zeker dat de receptie heel gezellig wordt. Om effectieve diagnostiek voor seksueel overdraagbare aandoeningen goed te doen, moeten we dit soort vragen stellen in de spreekkamer aan patiënten. Want diagnostiek vervangt een goede anamnese, een goed verhaal met de patiënt, nooit. Samen met de groep van Christian Hoebe starten we dit jaar een onderzoek naar chlamydia-diagnostiek in de huisartspraktijk, waarbij we kijken naar het voorkomen van anorectale chlamydia naast urogenitale chlamydia. Dat is duidelijke diagnostiek voor betere beslissingen, in dit geval samen ook met de GGD. Nu, hoog op het verlanglijstje van huisartsen staan point-of-care testen voor D-dimeren. Dat is een stollingsstofje. En Jelle Stoffers van onze groep was betrokken bij hele mooie studies naar de rol van dit stollingsstofje bij trombosebenen en longembolieën. De ontwikkelingen gaan snel en die apparaten komen waarschijnlijk dit jaar op de markt, waarbij je met een vingerprik dat stofje kunt prikken. Nabijheid van diagnostiek leidt echter ook tot het vaker gebruiken van diagnostiek.
En ik denk dan ook dat het grootschalig implementeren van deze tests in huisartspraktijken zomaar geen goed plan is. Want er kan indicatieverbreding optreden. Dat betekent dat dokters makkelijker en vaker gaan prikken dan dat ze normaal doen. En dat kan weer leiden tot het feit dat je uiteindelijk meer patiënten naar het ziekenhuis gaat sturen. Nu gaan we samen met de vakgroepen huisartsgeneeskunde uit Amsterdam, Utrecht en Leiden werken we aan een hart- en vaatziekteonderzoeksnetwerk huisartsen om vroegdiagnostiek van dit soort aandoeningen ook goed te onderzoeken. En daarmee bijvoorbeeld het Longfonds en de Hartstichting goed te bedienen. Want vroegdiagnostiek gebeurt per definitie niet in het ziekenhuis, maar daarbuiten. Nu kunnen uitslagen ook soms wel eens onzekerheid geven bij de huisarts. Dan heb je diagnostiek gedaan en weet je eigenlijk niet zo goed van wat je ermee moet. Samen met Medisch Coördinerend Centrum Omnes in Sittard evalueerden we in het Zuiderland in Sittard e-meedenkconsulten, waarbij de huisarts op het moment dat hij een vraag had, die vraag kon stellen aan de internist, zonder dat de patiënt naar de poli moest live. Uiteindelijk bleek dat in 90% van de gevallen dat het werd aangevraagd, de huisarts al enige vorm van diagnostiek had gedaan en daar een vraag over had. Uiteindelijk, als we die patiënten vervolgden, bleek ook dat slechts 20% van de 1000 patiënten die we bekeken binnen 3 maanden live naar de poli moest. In 80% van de gevallen konden de patiënten gewoon bij de huisarts blijven. Ik denk dat dit een voorbeeld is waarin je duidelijke diagnostiek samen met een specialist doet voor betere beslissingen, waardoor de patiënt minder naar het ziekenhuis moet. Nu, een heel ander ziektebeeld, sepsis, bloedvergiftiging, is een zeer ernstige complicatie van een infectie en mensen gaan daaraan dood. Vroegtijdig herkennen is cruciaal, maar heel lastig. In samenwerking met internist acute geneeskunde Patricia Stassen en ook SEA-arts Gideon Latte doen we onderzoek hoe we die patiënten tijdig in het ziekenhuis kunnen krijgen. En dat is niet makkelijk. Uit een eerdere studie bleek eigenlijk maar dat er 1 mogelijke voorspeller is voor vroegtijdige herkenning van sepsis. En dat was de ademfrequentie. Hoe snel iemand ademt, lijkt een vroege voorspeller te zijn. Alleen laat dat nou juist het klinisch symptoom zijn wat we heel zelden meten en ook heel slecht vastleggen in dossiers. Ik denk dat dit benadrukt dat dit type onderzoek wel nodig is om ook duidelijke diagnostiek goed te doen bij dit soort ernstige beelden. En ik ben blij met de samenwerking met de SEA's van Maastricht en Zuiderland. Zij staan voor een academisering die denk ik heel goed past bij onze onderzoeksschool Capri. Want ook in de spoedzorgketen hebben we goede diagnostiek nodig. Een ander voorbeeld dan van een veel mildere infectie, blaasontsteking. Een vrouw belt met herkenbare klachten naar de huisartspost en de assistente vraagt, breng even een plasje. En hopelijk doen ze dat niet in de Hello Kitty beker die u hier ziet, maar in een goed potje. En het ergste is dat sommige patiënten dan het potje nog terugvragen. En dan vraag je af, wat gaan ze daarmee doen? Op het moment dat die patiënt komt, dan stikken we die urine met een stripje. En daarin zoeken we nitriet. Dat is een bepaalde reactie waardoor je bacteriën kunt aantonen in de urine. Nu, als die patiënt komt, dan kunnen we dat stikje doen. En als dat aankleurt, dan is het positief. En dan heeft die vrouw een blaasontsteking en krijgt ze een kuur. Als we het stikje echt doen en het is negatief, dan weten we nog niet heel veel. Want dan kan het alsnog zijn dat er bacteriën zijn. Dus dan krijgt die patiënt een kuur. Dan vraag je af, waarom stikken we nou die urine eigenlijk? Dus op dit moment is het klinisch verhaal van de patiënt eigenlijk beter dan de eerste test die we hebben, om het zo te zeggen. En ik denk dat die urinestik, en dat is op dit moment stap 1 in de diagnostiek die we doen voor blaasontstekingen, is voor mij de imperfecte test. Die we dag in dag uit in al die 5000 huisartspraktijken uitvoeren. Dat moet ook echt beter kunnen, denk ik. En ik hoop en ik denk dat we de komende 5 jaar naar betere testen toe kunnen. Waardoor die anamnese misschien iets minder belangrijk wordt, maar de test goed is. Samen met Evie de Bond wil ik die kar graag trekken en ook samen met de collega's van Paul Zabelkool van de microbiologie om betere diagnostiek voor blaasontstekingen te krijgen. Deze projecten zijn allemaal voorbeelden van hoe ons team en onze vakgroep bruikbare wetenschap voor de huisarts probeert te produceren. En ik hoop dat ik bruggenbouwer mag zijn en blijven tussen de praktijk, in Sittard ook, maar ook met de vakgroep hier. Daarbij moeten we denk ik ook af en toe gebruik maken van nieuwe media, LinkedIn, Twitter. Want dat soort berichten bereiken meer spreekkamers, heb ik het idee, dan allerlei publicaties. Want alleen wanneer we die bruikbare wetenschap duidelijk maken, denk ik dat de spreekkamers ook terug naar onze vakgroep komen met goede ideeën en goede mensen. De vakgroep huisartsgeneeskunde is steeds meer die academische werkplaats met bruggen naar zorggroepen en andere vakgroepen. Ik probeer ook die bruikbare wetenschap in de huisartsopleiding na te jagen. En we hebben een groeiend aantal IOTO's, dat zijn mensen die hun opleiding combineren met promotieonderzoek. En dat is geweldig. Maar mijns inziens is de huisartspraktijk voor elke IOS een speeltuin van observaties en onderzoek. En het zou dan ook goed zijn dat die observaties worden opgeschreven.
Niels Beurskens en Mark Spicht zijn al begonnen met het programma De AIOS zoekt het op. En ik ben nog voornemens om in elke AIOS-kamer 3 woorden op de muur te kalken. En dat is verbaas, verdiep en schrijf. Want ik denk dat elke AIOS verwondering kan omzetten in een artikel voor het NTVG of voor huisartsen wetenschap. En ik pleit daarmee niet voor meer wetenschap in de huisartsgeneeskunde, maar wel voor meer wetenschappelijke benadering in de huisartsopleiding, maar ook in de zorggroepen. Als Nederlandse huisarts hebben we meer dan 100 standaarden inmiddels, NAG-standaarden, dat zijn richtlijnen. Dat is een ongekende wereld en in de wereld wordt daar enorm jaloers naar gekeken, naar die richtlijnen. Want het staat vol met evidence-based informatie, ook over diagnostiek, en is daarmee gestoeld op de beste wetenschappelijke kennis. Maar die kracht is ook een mogelijke valkuil, want soms lijkt ons handelen tegenwoordig wel eens teruggebracht te worden tot die richtlijn. Zowel in plannen voor zorgstraten of DBC's, maar ook in het tuchtrecht. Kan een huisarts simpelweg elke patiënt met een standaard behandelen? Dat denk ik absoluut niet. De huisarts is meer dan een kundige vakman met kennis van zaken. En dan wil ik heel even terug van die standaarden naar Aristoteles, en blijf bij me, want ik ben zo klaar. Maar naast episteme, wat kennis betekent, en technie, kunde, onderscheidde Aristoteles namelijk nog een andere type kennis. En hij noemde dat phronese, een intellectuele deugd. Ik vertaal dat graag als praktische wijsheid. Phronese vult de andere kennistypen duidelijk aan. En het is moeilijk, want het is niet expliciet, niet echt overdraagbaar en je kunt het ook niet zo goed opschrijven. En ik denk dat heel veel huisartsen in de zaal het wel herkennen. Maar de vraag is, dragen we het voldoende uit? Want de eigen handelingen en waarnemingen die een huisarts doet in een consult, zijn tegelijkertijd deel van dat consult en deel van het beeld wat de huisarts zich op dat moment tracht te vormen. En de huisarts is daarmee deel van het schouwspel wat hij zelf bekijkt. Daarmee kan een consult voor eczeem heel bepalend zijn voor een moeilijk gesprek wat je misschien 3 jaar later hebt. Het niet-pluisgevoel van Erik Stolper is een voorbeeld van vrij onderzoek daarna. Dat heeft ook met phronese te maken. Arno Goudsmit, beschreef prachtig in een artikel in Huisartsen Wetenschap in 2005. Het is de phronese waarmee de arts zich onderscheidt van een anonieme uitvoerder van medische routinewerkzaamheden. En als er dan toch een test bij de huisarts komt, is dat hoe we ons verhouden tot de algehele neiging tot schaalvergroting, taakherschikking en het opknippen van werkzaamheden. Juist in tijden van digitalisering zoekt een patiënt menselijk contact en een gids die met kennis, kunde en praktische wijsheid alles in de context plaatst. Er is overtuigend bewijs dat patiënten in kleinere samenwerkende huisartspraktijken met maximaal 5.000-6.000 patiënten meer continuïteit ervaren, minder diagnostiek ondergaan, minder ziekenhuisopnames hebben en ja, zelfs iets langer leven. Tegenwoordig is er een trend naar taakdifferentiatie, snelle quick-fix-oplossingen voor drukte op het spreekuur en uitvoeringsvormen voor de huisarts. Verzekeraars, zorgeconomen, managers en ook wij zelf maken ons daar wel aan schuldig. Maar juist deze beweging zal de phronese denk ik aantasten, als we niet tijdig herkennen wat er met zulke beweging verloren gaat. Elke huisarts herkent de phronese, maar ik denk dat we het als beroepsgroep misschien wat te weinig naar buiten toe duidelijk kunnen maken. We dienen daarom de kunst van het nee zeggen te koesteren, ook als collectief, zoals de gezondheidsraad, waarmee ik de reden begon, al adviseerde. De phronese van een huisarts moet tijd hebben om te rijpen, want steeds beter willen worden in complexe vaardigheden is een doel op zich voor huisartsen en dat leidt tot beroepstrots. En trots heb je, maar eer moet je krijgen. En dan kijk ik naar beroepseer en die krijgen we van onze patiënten. Want we hebben 15.000 fans en die geven ons gemiddeld een 8. Meestal vertelt de patiënt ons de diagnose. En heel soms hebben we diagnostiek nodig. Die is het meest effectief als we die met kennis, kunde en praktische wijsheid inzetten. Om die ene patiënt verder te helpen. Het is het mooiste vak van de wereld. Daarvoor hebben we de magische bus van Elektra niet nodig. En eigenlijk had ik bedacht, zijn het echt prima zin om de reden mee te eindigen. Maar nu mag ik toch nog heel even gebruik maken van een paar minuten. Ik kijk de prorector aan om in ieder geval een aantal mensen te bedanken. Voordat we aan het koud bier en de bitterballen gaan. Ik heb het gevaar om iemand te vergeten ondervangen in dit dankwoord, door jullie allemaal op één slide te zetten. En degene die er niet op staat, krijgt van mij een gratis etentje. Ik begin en eindig het dankwoord graag met de allerbelangrijkste. Birgit, toen wij elkaar 20 jaar geleden leerden kennen, was triathlon hetgeen wat ons bond. En dat is het nog altijd wel. Maar nu doen we het gezin, werk en ook sport eigenlijk als een triathlon samen. We hoopten ooit op een rijtje vrolijk kwetterende, stuiterende, rossig blonde kalsbergjes. Dat hebben we geweten.
Alleen het rossige is mislukt. Maar goed, ik ben enorm trots op jou als moeder en skeletspecialist en ik ben echt verzot op jou als vrouw. Dankzij jou kan ik deze leerstoel ook aanvaarden en kan ik in ieder geval elke dag vrolijk naar mijn werk gaan en terugkomen. Deze leerstoel is mede mogelijk gemaakt door velen, maar niet in de laatste plaats door het college van bestuur, die mij het vertrouwen heeft gegeven om op deze jonge leeftijd, althans ik vind mezelf jong, deze leerstoel te gaan bekleden. Dat vertrouwen krijg ik ook van mijn begeleidingscommissie, waarvan Marja van Dieën, Maurice Segers en Jean Mures vandaag hier zijn. Maar ook Albert Scherbier wil ik bedanken. Ik beloof dat ik jullie blijf lastigvallen met mijn ideeën en plannen. Met de vakgroepvoorzitter Jean kom ik ook bij Job Metsenmakers uit als vakgroepvoorzitter en bij Geert-Jan Dino en André Knotneres. Want dat zijn de twee mentoren en inspirators van deze leerstoel en ook van mijzelf, moet ik zeggen. Volgens mij, Geert-Jan, was jij de eerste promovendus van André die hoogleraar werd. En volgens mij ben ik jouw eerste promovendus die hoogleraar wordt. Dus zo hebben we een mooi cirkeltje wat mij betreft. Heel veel dank voor jullie ondersteuning en inspiratie die ik heb mogen ontvangen de afgelopen jaren. En ik hoop dat dat ook de komende jaren nog mag gebeuren. Maar wellicht nog belangrijker dan supervisoren zijn ook directe collega's. En daar wil ik er dan twee van noemen. Ten eerste Mark Spicht. Mark, waar zit je? God, was je te laat? Oké dan. Mark zit boven. Meestal boven is altijd de mensen die te laat komen. Mark, een West-Fries en een Zuid-Limburger op één kamer, dat gaat prima samen. Ik leer ontzettend veel van jou en bewonder je wetenschappelijke verbindingskracht, maar ook je sportinzichten en koffiezetrituelen. En ik hoop dat we samen met Luc Smits ook OPC, onze onderzoekslijn, nog mooi voort kunnen zetten. Dan Daniel Kots, die zit hier voor. Daniel, wij delen onze schrijfcursus, onze tijd in Oxford, maar ook onze liefde voor Guinness en ander bier. En ik geniet van jouw gründlichkeit en humor, behalve als het om voetbal gaat. Jullie journalclub MESH, Mark en Daniel, heeft inmiddels 5 hoogleraren voortgebracht. En dat noem ik wel een productief clubje. Of dat aan het eten lag of aan de discussies, dat weet ik niet. Dat laat ik in het midden. Inspiratie, fascinatie en transpiratie vind ik op beide werkplekken. Ik ben het liefst in mijn spreekkamer in Sittard. En dankzij Anouk Magielsen en Sjoerd Opma kan ik de combinatie van die spreekkamer en dit hoogleraarschap ook maken. Sjoerd, ik ben blij dat jij en Luc mij ooit vroegen om naar Sittard te komen. En ik zie jou als een van mijn belangrijkste spiegels als het gaat om mijn werk. Op zowel de vakgroep in Maastricht als in de praktijk in Sittard tref ik een heel fijn team. En juist door die steun en ontzorging, noem ik het altijd, kan ik de combinatie met zoveel plezier en energie doen. En ik zal beloven aan de prorector dat ik nog meer ga delegeren nu. Maar assistenten in de praktijk enorm bedankt. Dat geldt ook voor onze POA's. Verder op de vakgroep Ine, Paddy, Babette, bedankt voor jullie ondersteuning. En Ine, waar zit Ine? Ine is achteraan gaan zitten. Ja. Bedankt voor deze dag, Ine. Ja. Voor de steun om dit te organiseren. Dan vrienden en familie. Dankzij ontspanning, sport en geouwoer is het leven wat mij betreft heerlijk. En daar hoef ik niks aan toe te voegen. En ofschoon ik zeer allergisch voor een berkenboom ben, is het al bijna 20 jaar goed toeven bij de berkjes thuis. Ik kom er heel graag en ik hoop dat ik er nog heel lang mag komen. Dan mijn broer, Jurren. Ik heb er eentje en jij deed in jouw leven al meer dan menigeen in zijn hele leven deed. Ik waardeer het enorm dat jij met je zwart-wit onderscheid soms me wat helpt als ik weer in allerlei grijswaardes praat. Dan mam. Ik werd vorig jaar op 6 juni, 6-6, toen jij 66 werd, werd ik benoemd tot hoogleraar. En ik vond dat wel passend. Jij bent er altijd voor ons, of je nou wil of niet. En ik hoop dat jij vandaag heerlijk geniet. Ik ben een trotse kals. En papa had dit geweldig gevonden, maar ik had met heel veel plezier ook jouw naam willen hebben. Want je doet je naam Vrolijk heel veel eer aan. En professor Vrolijk had toch ontzettend leuk geklonken. Want vandaag ben ik vrolijk, maar dat ben ik eigenlijk elke dag. Boas, opletten jongen, je bent in beeld. Nog liever dan in de spreekkamer ben ik thuis. En daar zijn jullie. Fenna, die daar straks ook zal zijn en iedereen zal vermaken met haar sprankelende aanwezigheid, denk ik. Lasse, Boas, Fenna. Jullie geloven in sprookjes en maken elke dag voor Birgit en mij tot een sprookje. Ik heb gezegd.
Professor Kals, u heeft gezegd, ongemakkelijk was het niet. U heeft uw didactische vaardigheden meer dan getoond, denk ik zo. Volgens mij hoorde ik ergens in het begin dat, dat de huisarts toch het beste diagnosticum is. Klopt dat? Ja. Maar vervolgens ging het gewoon over testen en over instrumenten enzovoort. Dus ik denk, ik zou dat vervangen door de breedste en degene die het dan allemaal bij elkaar brengt. Ik heb ook geleerd dat je tijdens de anamnese het beste de rechterhand van je patiënt kunt pakken, want dan krijg je nooit een ongemakkelijk antwoord. Ik feliciteer je. Ik feliciteer je gezin natuurlijk en je familie. Maar vooral ook, denk ik, de vakgroep huisartsgeneeskunde, de School Capri. Maar helemaal onszelf, het UMC. Want ik denk, het hele verhaal en alles wat je vertelt past perfect in de missie die het MUMC heeft. Namelijk het leveren van de best mogelijke zorg en het bevorderen van de gezondheid in de bevolking van deze regio door het combineren van onderwijs, onderzoek en zorg. Dat is precies wat jij wil. Dus het komt helemaal goed. Dat betekent dat we bijna aan het eind zijn en we nu direct gaan recipiëren. Je hebt er al een paar keer naar verwezen. Ik denk dat ik namens Jochen jullie best mag verzoeken om niet in de rij te gaan staan, maar de schaduw op te zoeken. Wij gaan wel in een bepaalde volgorde daarheen. En dat betekent voor velen van u een zegen. Want het betekent dat wij de thoraxscan en de MRI's ontvangen. En u gewoon aan het bier en de bitterballen kan. En zoek een moment dat Jochen alleen is vanavond of vanmiddag. En dat zal niet voorkomen, maar anders schrijft u maar een briefje om hem te feliciteren. En daarmee sluit ik deze bijeenkomst.